bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer sinds een hele lange tijd een Shein shoplog. Ik mocht echt vet veel items uitzoeken bij Shein, dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En ik heb het allemaal al bekeken, dus ik weet precies hoe het eruit ziet. En ik ga jullie vandaag laten zien wat ik allemaal heb geshopt bij Shein. Deze items van Shein heb ik allemaal opgestuurd gekregen, dus dit is een samenwerking. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten, mocht jij interesse hebben naar een bepaald item. En de kortingscode zou ik nu even vertellen, want dat is maar nog eentje. Met de code SHSS7656 krijg je 15% korting op je order. Dus ik zal hem even hier in beeld zetten, misschien wat makkelijker. Dus ben jij benieuwd naar deze shoplog, doe dan even een duimpje omhoog. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Zo, het licht is fel. Buiten is op dit moment een storm gaande, dus ik hoop niet dat je dat heel erg hoort op beeld. Maar we gaan gewoon gelijk beginnen met het allereerste item. Ik heb echt, ik denk wel de leukste items van alle items ooit die ik bij Shein heb besteld, zijn deze items die ik nu ga laten zien. Echt heel erg leuk. Ik begin wel gewoon met het blouseje die ik aan heb. Dit blouseje die ik aan heb is dus van Shein. En ik vind deze zo leuk. Hij zit echt vet leuk met die mouwtjes hier zo. Een V-halsje en dan ja, heeft hij nog wel een kraagje, zeg maar. En dan dit poft een beetje en dit dan zo in je broek. Helemaal leuk. Met deze riem. Dat bruine, dat matcht dan weer. Dat vond ik helemaal leuk. Deze blouse heb ik dus van Shein en ik vind het printje ook helemaal geweldig. Ik heb daar ook een jurk van, dus die laat ik zo ook even zien. Maar deze blouse heb ik in een maatje S en hij zit gewoon echt perfect. Ik vind het echt helemaal leuk. Het is wel echt zo'n zweetstofje, dus ja, je moet wel gewoon goed deo en alles opdoen. Maar op zich prima. Ik vind hem gewoon te leuk. Dan het riempje die ik dus net liet zien. Die heb ik ook van Shein dit keer besteld. Echt heel erg chill. Ik merk dus al wel. Ik heb hem nu dus voor de tweede keer om. Maar ik weet niet of het te zien is. Maar hij is dus al wel hier aan het rafelen. En dat komt denk ik door dit harde gesp, zeg maar. Dat gaat er dan zo langs heen. Maar ja, ik vind hem gewoon echt super leuk. Ook met dat bruin en dan dat zo matcht met die blouse. Dus deze riem zit gewoon verder heel goed. Alleen hij is dus een beetje aan het rafelen, maar ja. Nou, als allereerst dus deze blouse. Echt mijn nieuwe favoriete blouse. Ik vind hem zo leuk zitten. En dan dus met een witte broek. Want er zit ook wit in deze blouse. En dan dus dit riempje. Dan heb ik echt een mega leuk truitje besteld. Namelijk deze. Het is echt een mega zacht truitje. Beetje een bruin kleurtje en dan met witte strepen. En dan heeft hij ook zo'n best wel een grote V-hals. En dan een grote, van die grote flappies. Van die, ja, een kraag. Dus ja, daar ben ik ook heel blij mee. Is ook heel erg leuk met gewoon een witte broek en dan een bruin riempje of zo. Ook weer heel leuk. Dus dat is deze. En deze heb ik in een maatje S. Ik heb eigenlijk alles in een maatje S. En broeken in een maatje 36. Gewoon mijn eigen maten bestel ik. En dat is eigenlijk altijd wel goed. Maar ik kijk altijd nog even bij de beschrijving van een item of het groot valt of klein valt. En op basis daarvan maak ik dan vaak mijn beslissing. Maar deze in een maatje S. Dan heb ik dus echt een vet leuk jurkje besteld. En deze kwaliteit voelt echt heel erg goed. Echt mega dik. Het is namelijk zo'n corduroy jurkje. Een bruine. Met van die streepjes. En het is echt een heel erg dik jurkje. Dus echt heel erg leuk. Als je dit zou zien bij de Zara, zeg maar, dan zou ik dat zo geloven. Deze heb ik in een maatje 36. En die heeft dan ja, van die zilveren details. Maar echt heel leuk met een panty eronder. En dan stoere Dr. Martens of zo eronder. En dan heeft hij nog zo'n riempje, zo'n centuurtje. Eigenlijk gewoon een stukje stof. Waarmee je dan, ja, je kan met de aanbeelden wel wat beter zien. Maar dan kun je dit zo'n beetje tailleren. Dus ik vind deze echt heel erg leuk. En ook voor de herfst is deze heel leuk. Oké, deze jurk vind ik echt super leuk. Maar die is wel echt te kort. En dan heb ik hem nu nog niet eens heel leuk gepoft, zeg maar. Als ik hem echt zou poffen zo. Ja, dat kan echt niet. Dat is echt te kort. Dus ik denk dat ik hem dan zou dragen met een leren legging eronder. Voor de rest is die wel echt heel erg mooi qua kwaliteit. Dan een broek. En ik heb nog nooit flare broeken volgens mij bij Shein besteld. Dus dit is de eerste keer. Maar ik zag deze en ik vond hem echt zo leuk. Dit is een zwarte flare broek met madeliefjes erop. En ja, ik heb hem ook al aangehad een hele dag. En het is echt mijn lievelingsbroek geworden. Zo fijn. Ik heb hem in een maatje XS in een 34 en dat past perfect. Ik had geen maatje groter moeten doen. Maar ik heb dus een 34 gedaan. Hij is gewoon super stretch, dus dat gaat gewoon prima. Lengte is ook echt perfect en ik vind deze echt helemaal geweldig.
Dus dat is deze flarebroek. En die had ik voor ogen met het volgende. Namelijk deze blouse. En die heb ik dus ook al aangehad. Oké, hij is een beetje gekreukt. Want ik heb hem dus al aangehad. Maar in ieder geval deze witte blouse. Hij is zo leuk. Namelijk echt van die pofmouwen. Hier zit hij dan weer wat strakker. En dan heeft hij een soort kanten structuurtje nog door de blouse heen. Echt heel erg leuk. Heel erg leuk kraagje ook. Maar ik dacht, dit is leuk met die broek. En dan het volgende. Namelijk deze leren gilet. Even kijken. Ik heb deze blouse in een maatje S. En ik dacht dus, hoe leuk is dit als setje? Ik heb dus dit keer echt allemaal setjes bij elkaar gezocht. Normaal bestel ik eigenlijk altijd losse items. Maar nu heb ik echt bedacht, oké, deze blouse kan met deze broek. En dit kan met dit. Dus echt allemaal setjes bedacht. Scheelt 's ochtends wel nadenken met wat ik aan wil doen. Want ik weet gewoon in mijn hoofd, oh ja, dit past erbij. Dus dat is wel heel fijn. Maar in ieder geval die broek met die witte blouse en dan deze leren gilet eroverheen. Echt een heel erg leuk setje. Ik heb het dus ook al aangehad. Helemaal blij mee. Deze heb ik in een maatje M, omdat ik hem wat groter wilde hebben en dat hij niet zo strak zou zitten. En M die valt gewoon normaal. Dus voor mij een S. Dus ja, ik zou wel een maatje groter doen dan dat je normaal altijd bestelt. Maar echt een heel erg leuk leren giletje. Dus dat is deze. Dan heb ik in hetzelfde printje als de blouse die ik nu aan heb, een prachtige jurk besteld. Echt, ik kan niet wachten om hem aan te passen, want ik heb hem nog niet aangehad. Maar dit is echt een vloerjurk. Als allereerst weer dezelfde mouwen als de blouse die ik nu aan heb. Een mooie V-hals en dan is het echt een gigantische lange jurk. Helemaal leuk vind ik deze. Een zwarte hoed of een bruine hoed erboven. Leuke riem erbij. Dus dat is deze lange jurk. En die heeft ook nog een band. Of een riempje. Waarmee je een beetje kan tailleren. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. Maar ik dacht, misschien is het ook wel leuk om het of met de riem te doen die ik nu aan heb. Dus dat bruine riempje. Dat is ook heel erg leuk bij deze jurk. Of ik dacht, het is ook wel leuk om een brede zwarte riem erbij te combineren. Dus ik heb deze bij Shein besteld. Het is gewoon een mega grote zwarte riem. En ik met een gouden detail gesp. En ik dacht, dat is ook wel heel erg leuk voor hier zo om het midden heen. En dan een leuke zwarte hoed of zo erbij. Dus die heb ik ook nog besteld. Nou, ik heb het dus de hele tijd over hoeden. Maar ik draag dus best wel vaak hoeden. Ik vind het echt wel heel erg leuk. Vooral bij bepaalde outfitjes. En ik heb al een zwarte hoed en zo'n strandhoed, echt zo'n grote. Maar ik heb dus nu bij Shein ook deze besteld. Dit is een beetje een nude bruine camel hoed. Je kan hem ook zonder dat bandje dragen. Maar op zich vind ik dat wel heel erg leuk. Dus die heb ik ook nog besteld. De kwaliteit vind ik wel heel iets minder. Maar ja, dat verwacht ik ook niet heel erg anders. Maar omdat hij hier ook allemaal deuken heeft. En dat krijg ik ook niet echt heel erg mooi uit. Dus dat... Nog even kijken hoe ik dat ga doen. Maar ik denk dat dit ook heel erg leuk is met die jurk. Dan heb ik nog een blouseje besteld. Namelijk deze. En ik vond deze ook zo leuk. Ook weer met een witte broek en dan dat bruine riempje die ik nu om heb. Het is gewoon echt een hele fijne basic. Maar dat is deze. En dit is eigenlijk gewoon een hele simpele blouse. Maar dan dus met een bruinachtig structuurtje erdoorheen. Ik vond deze gewoon echt heel erg leuk. En hij staat ook heel erg leuk met een witte broek. Dus hier ben ik ook heel blij mee. Dit heb ik in een maatje M, want ik wilde hem iets losser hebben. En dat het niet zo'n strak blouseje zou worden. En dat zit gewoon perfect. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Dat is de blouse. En ik zou hem dus zelf combineren met een witte broek en dan dus een bruin riempje. Dat staat echt heel erg leuk. Ik heb hem namelijk ook al zo aangehad. Heel erg nice is die. Dan heb ik een zebra print flarebroek besteld. Dit leek me dus ook heel erg leuk met die witte blouse en dan dat zwarte giletje eroverheen. Maar dit is dus een flarebroek die ook weer heel erg lekker zit. Lekker stretch en perfecte lengte. Ik ben 1,69, dus perfecte lengte voor mij. En deze heb ik in een maatje S. En die zit ook gewoon mega chill. Ik moet wel wennen aan het zebra printje, want ik heb nog nooit een zebra print broek gehad. Maar ik vind het wel heel erg leuk als je het gewoon een beetje basic verder combineert. Dus dat is deze broek. Dan heb ik een zwart leer rokje besteld. En dit is eigenlijk niet echt iets voor mij. Maar ik wil het wel echt testen of zo proberen. Ik zag namelijk helemaal een setje voor me. Namelijk met dit rokje dus. Een leer rokje. En dan heeft hij hier zo'n overslag door het stofje heen. Ik weet niet, volgens mij is dit echt heel moeilijk te zien. Omdat de ringlamp er fel op staat. Maar met de aanbeelden ga je het zien. Ik hoop dat het past. Geen idee. Maar dit wil ik echt even proberen.
Verder heeft hij gewoon een rits op de achterkant. En ik zag deze dus voor me met dit item. Namelijk deze trui. Deze heb ik in de maatje S. En dit is gewoon zo'n lekkere trui met ook een soort zebra-achtig printje. Een beetje een bruin truitje. En dat leek me dus wel heel erg leuk voor met dit rokje. En dan misschien een leuk riempje erbij of zo. Of leuke cowboylaarsen eronder. Dus dat is deze. En deze voelt ook gewoon lekker warm aan. Dan dit truitje. Die zit echt heel erg leuk. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Heeft ook wat hoger colletje. Dus dat is heel erg leuk. En dan in combinatie had ik het dus in gedachten met de rok. Ik moet zeggen dat ik de rok wel vrij kort vind. Maar ja, ik ben eigenlijk ook niet van die strakke korte rokken gewend. Dat draag ik eigenlijk sowieso niet heel vaak. Maar op zich qua achterkant is hij dus niet te kort, vind ik. Maar ik vind hier dit vind ik wel best wel spannend. Maar verder vind ik het wel heel leuk. Misschien nog met een leuk riempje of zo. Zo'n brede. Of leuke cowboylaarsjes en zo eronder. Oh, en die rok heb ik in een maatje 36. Deze heb ik in een maatje 36. Dit is namelijk een zwarte kokerrok. En dan heeft hij nog een split aan de zijkant. Ik denk dat je het wel gaat zien op de aanbeelden. Maar dit is dus gewoon zo'n zwarte strakke rok. En dat leek me dus leuk met een gekleurde trui boven. Een beetje zo onder je BH gestopt. Dus ja, dit als setje met een leuke trui. Hartstikke leuk, denk ik. Dus heel erg benieuwd hoe dit aanstaat. Nou, ik vind deze ook helemaal leuk. Hij zit echt heerlijk. Echt perfect. Hij schijnt ook niet door. Ik had toevallig nu deze sweater aan. Dus ik heb het nu gecombineerd met deze sweater. Maar het is ook wel echt leuk met een fel kleurtje van trui of zo. Een beetje pastelgeel of zo. Maar echt een hele leuke kokerrok. Hier met een split. En dan zo je sweater een beetje of je trui er een beetje zo onder. Dan met het oog voor de zomer dacht ik hoe leuk om zo'n printbroek te doen. Zo'n wijde. En ik zag dat het model deze broek aan had met een heel erg leuk blouseje. Dus ik dacht ja, leuk setje. Weer met een zwarte hoed erboven. Dat is namelijk deze broek. Zo'n heerlijke wijde broek. Je moet ervan houden. Ik vind het in de zomer met zwarte sandalen en zo eronder echt geweldig. Als je een beetje gekleurd bent, nou, dat kan ik wel gebruiken. Maar in ieder geval deze wijde nonchalante broek. Met dus zo'n heel erg leuk vrolijk printje. Hij heeft hier een best wel een brede band. En dan is die ook echt mega stretch. Dus echt super lekker vast, heel erg warm is. Die heb ik in een maatje S. En de model, het model had hem dus aan met deze zwarte blouse erboven. Heel erg leuk zag dat eruit. Stukje buik erbij. Nou, helemaal leuk. Dit is een zwarte blouse met ballonmouwen. Voor de rest heeft hij dus een V-hals. Dit staat echt leuk als setje. En dan dus met zwarte sandaaltjes eronder. Zwarte hoed erbij. Helemaal leuk. Dus dat is dit setje. En deze heb ik in een maatje 36. Hij ziet er wel heel groot uit, de blouse. Dus ik hoop dat ik hem pas. Maar ja, we gaan het meemaken. Dan de blouse. Die zit echt helemaal goed. Echt heel leuk. En de broek. Maar de broek die zit dus ook heel erg goed. Maar ik had verwacht, want ik heb de band nu erin gedaan. Dat als ik de band eruit zou doen. Een beetje zoals de foto op de site. Dan zag je nog heel leuk een stukje buik. Maar ja, dat zie je niet. En als ik dan deze zo overheen doe, vind ik dat echt niet mooi. Ja, misschien met zwarte sandaaltjes is wel leuk. Maar ik had verwacht dat dit dus, ja, een stukje buik of zo. Dat vind ik dan wel mooi. Ja, ik weet niet. Moet ik nog even kijken. Maar hij zit wel heel erg lekker. En de lengte is ook echt perfect. Maar ik weet niet of ik het dus op deze manier sowieso niet. Maar of ik hem dus zo zou combineren met deze blouse. Dan heb ik nog een riem besteld. Ik wil even wat leuke styling items. Dus vandaar dat ik best wel wat riemen heb besteld. Maar het is eigenlijk gewoon een hele simpele zwarte met gouden, ja, gespen. Of een gesp. Ja, ik draag eigenlijk gouden sieraden. Dus dan vind ik dat ook wel heel erg leuk om een riem te hebben met gouden details. Dus ja, dit is gewoon zo'n cowboy riempje. En dan last but not least deze prachtige witte hakken. Dit leek me dus ook heel erg leuk met die lange jurk. En dan niet met een zwart riempje, maar dan gewoon met die band die er al bij zit. En dan gewoon witte hakken. Want er zit ook wit in, nou ja, dit printje. In deze blouse. Maar ook dus in de jurk. Dus helemaal leuk. Dit is zeg maar zo'n hak met van die veters die je dan helemaal zo om je been kan knopen. Hij heeft wel een brede, ja, voorkant zeg maar. Het is geen punt. Dus ik weet niet of ik dat heel mooi vind. Maar
ja, we gaan het gewoon proberen. Ik heb deze in de maat 39. Ik heb deze al aangehad. Ik heb ze gepast en ze passen. Ik heb normaal ook altijd maat 39. Heel soms 40. Maar 39 past. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Geen idee hoe ze lopen. Dat moet ik dan nog wel even testen. Maar ik zie het in ieder geval helemaal voor me. Dus daar heb ik deze voor. En dat waren eigenlijk alweer de items van Shein. Veel accessoires ook dit keer. Wat hoeden, riempjes, hakken. Dus ja, heel erg leuk. Vooral de setjes die ik in mijn hoofd heb gecreëerd. In de aanbeelden heb je kunnen zien hoe het staat. Ik hoop dat het dus een beetje past allemaal. Maar heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet dus niet deze kortingscode te gebruiken. Ik weet hem even niet meer in mijn hoofd. En de linkjes in de beschrijving te checken. Want daar zet ik alle linkjes neer naar alle items die ik heb laten zien. Dus bedankt voor het kijken. En ja, fijne dag nog. Doei!